Dames en heren, het is zover. Eindelijk. I'm trying to laugh. In het park. Ik heb goed nieuws, slecht nieuws. Goeie nieuws, we zijn in het park. Slecht nieuws, gaat zo regenen. Je ziet het, hè? Het is helemaal grauw. Het is helemaal grauw. Dus wij gaan lekker naar binnen, want dit is echt helemaal niks. Oh, oud en vertrouwd. Dit is toch wel beter, hoor. Dus we hebben weer een nieuwe plek. Welkom in mijn nieuwe huis. Vandaag gaan we kijken naar stoofvlees. Ja. Heerlijk. We hebben eindelijk weer een nieuwe. Ik ben benieuwd. We hebben geen boksen, want waarom heb jij... Je hebt hier nu een nieuwe setup niet gedacht van laten we even boksen kopen. Omdat ik dacht dat jij nooit meer zou komen. Oh. Oké, let's go. Let op. Je video mag alleen gereageerd worden in het park. We waren echt in het park net, bij mensen regen en zo. Fucking smerig. Ja, wat bizar. Zijn we in het park geweest? Ja, zijn in het park geweest. Ja, oké. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Geitje. Ik ben oud. Dit is sowieso die wij ook wilden maken, die TikTok. Ik ben zo rood, ik ben zo rood. Ik zou wat willen dat er kappen mee is overspoot. En ik. Ik dacht, dit had aan alle kanten op kunnen gaan. Heb je dit gezien van Hugo de Jonge, dat hij zo in zo'n steltreclame met zo'n deepfake zit? Ja, ik vind dat dus echt niet. Ik zat dat ook te kijken, dat kan toch niet? Nee, dat kan echt niet. Je kan toch niet iemands gezicht gebruiken in een reclame? Nee, dat kan echt niet. Daar kan een pilletje op, kijk eens. Wat een kokers, joh. Godsamme. Als jij dit bent, als jij onder dit bent, dan heb jij geen recht van spreken meer. Ah. Ik ben geen ouder bij, dus dat de foto was. Ja, ik denk dat dat de foto was. Daar heb je geen recht van spreken meer. Ja, echt wel een leuke foto. Ja, is wel leuk. Ja, echt een leuke foto. Maar we dachten even dat het technische storing was. We dachten dat het een kleine technische storing was, maar dat was niet het geval. Hey. Man, hoor je dat ook? Tring, tring, motherfucker. Ik heb iets speciaals. Ja, wat dan? Ja, dat ga ik je niet laten zien, maar ik moet me even omdraaien. Oh. A few moments later. Make yourself ready. For Mr. Oh, dit is echt wel een classic. Denk jij natuurlijk van waarom? Ja, even kijken wat ik bij me heb. Bam. Dit is niet zomaar iets, man. Dit is nieuwe OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition. Gaan we even openmaken, want dat heb ik dus ook nog niet gedaan. Kijk nou. Wat een fantastisch mooi design. Wauw, fantastisch. Hoekjes, voelt ons dat? Nee. Gaat om een telefoon, man. Dat is niet zomaar een telefoon. Bam. Kijk deze achterkant. Jezus, wat ziek! Wat bizar! Oh! Hello, English. Nederlands boer, start het. Oh! Ik krijg het meteen. Kun je spelen? Ik weet niet. Oh, Hungry Pac-Man got trapped on level 256. Help him eat his way out through the OnePlus Nord universe by completing secret missions and finding Easter eggs sprinkled throughout the phone. Now get munching and watch out for those pesky ghosts. Ze hebben dus allemaal Easter eggs in de telefoon verstopt. Oh! Oh, Pac-Man. Oh! Hey, dat is het begin. Dat is Pac-Man. Een kaasje. Oh, dude, dit zijn allemaal Pac-Man dingetjes. Zie je dat? Al die icoontjes zijn Pac-Man dingen. Ja, dat is toch leuk? Notities. Ja. Bij notities is geen Easter egg. Ja. Hebben we daar even een lekker potje Pac-Man wel kunnen spelen? Oh. Ik wil alleen nog even, ik wil gewoon even die, wat is dit? Ja, een Pac-Man. Hey, Matt, ik heb een challenge voor jou. Wij gaan allebei Pac-Man tegen elkaar spelen. Ja. Degene met de hoogste score, die mag de telefoon houden. Echt? Ja. Wil jij eerst spelen of zal ik eerst? Nee, ik ga wel eerst. Ja? Oké. Oh, huh? Dit koude zieke Pac-Man, een 3D. 256, die moet ik hebben. Dan heb ik een streak, zie je dat? Dit is koude groot. Zo, de knettershouwers zijn ook heel slow. Wow, zou het kunnen clearen, die hele leveltje. Oh, ja, wat gebeurt er onder de bedoeling, toch? Pixels. Oh, daar moet ik niet heen. Jawel, jongen, juist wel, denk ik. Jij nakt mij. Jij bent echt zo'n pisclip, de 642. You just unlocked the laser power-up. Oh, dit is helemaal Pac-Man next level, man. Let's play, man. Waar ben ik eigenlijk? Daar. Ik ga met. Wat de fuck deed jij? Bro, ik span gewoon naast een beest, ouwe. Kijk naar de telefoon. Kijk naar die OnePlus. Wat is dit? Ik zag het niet eens. Bro, ik span en echt voor mij staat een monster en ik ga er heen. Ik ben dood. Ik dacht, ik ben weet je wel. Balvrij, weet je wel. Dat de eerste bal kan je nog niet afpakken. Weet je. Jezus. Jij bent echt slecht. Jongen. Ja, jij, hier. Ja. Nu tijd voor meer minuten. Matt, alsjeblieft. Ik krijg deze. Een nieuwe telefoon, man. Ja, shout out. Score, ja. We gaan met hakslaan, met een maisbek, gaan de stengels maaien en dan gaat de invoer door de kooi in en dan messentrommels en dan blazen naar boven in en dan gaat de wagen in. Wil je lachen? Nee. Op het werken. Deel 2. Hé meisje. Hou je van chocola? Dit is wel een soort van Milan Knol in een ander universe of zo. Hé meisje, hou je van chocola? Want ik ga je straks keihard neuken. La kaka! Oh, wat de fuck was dit? Het is Milo in Ierland. Door de vele regen is het vandaag de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 8 uur stond er zo'n 10.000 miljard kilometer file. En dan... Mama! Die moet op zijn bek gaan. Over de baan. See what happens if you go over the bump. So far for you. And just like that, all I breathe. Maar trek ik hem voor jou. Hup, zo, daar komt hij hoor. Omschrijf wat je mooi vindt aan mij. Nee, nee. Je stem. Ken je deze al? Dat was echt nog nieuws. Hallo. Dit is wel heel erg leuk, ja. When your legs don't work like they used to before. Nou, nou, nee. Hey, you wanna hear a joke? Sure, pussy. I don't get it. I know you don't, lol. Nee, ik snap hem meer. 79. Deze is echt de beste. Hij, waar gaat hij ook heen? Dit kan niet. Dit kan niet echt. Ja, maar dat zijn nog wat segments echt ingestudeerd of zo. Maar hij is ook, ik dacht echt dat hij op weg is dat hij bingo had, maar hij is gewoon per ongeluk op het gaspedaal gegaan of zo. Dit is echt het beste filmpje ooit. Nu mis ik weer mijn onderbroek. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik had hem. Fuck dat broeder, ik ben helemaal fuck dat broeder. Fuck dat broeder, ik ben helemaal fuck dat broeder. Nee, dat is niet al. Nee, dat is wel vol filmpje. Lewis Hamilton is waanzinnig goed weg en die gaat gewoon over. Nee! Lewis flipt! What the fuck is dit? I'll do it myself. Ja, laat het filmen. Kom. Ja, hoezo moet ik aan dat doen? Dat is goed. Nee, dat is goed voor de memes. Ik hoef geen foto. Jij wil die foto. Jij laat je lul zien. Oké. Is dit viral gegaan of zo? Ja, ik had hier ook in mijn story gedaan. Het had echt veel views. Maar die gast die wat bleek dus niet vertelde tegen mij dat die gast tering irritant was. En echt 10 keer voor mijn foto en toen niet, toen wel en niet, toen wel. Dus als je het kijkt, gast... Ja, Milo zou dat nooit uit zichzelf doen. Het is, het is wel een leuke TikTok, maar je bent wel gewoon een hele irritante guy. Zomaar wordt gehuggerd. Je wordt gehuggerd. Nee! Je wordt gehuggerd. I'm crazy life! Hey, hou je mond met je dik. Hou je bek, Milo! Vijf stop met voetbal, wie wordt dan? Er komt niemand in de plaats die zo goed is net zoals hun. Die komen er echt niet hoor. Ja, Mbappé is wel fuck. Voorlopig niet. Want je moet weer heel lang wachten voordat er iemand opstaat die zo lijk goed is. Is een Erik Haaland of een Mbappé, kan die in de buurt komen? Ik weet het niet. Ah, ik vind het bijzonder, maar ik heb het gevoel dat wij zeg maar, de enige zijn in Nederland die gewoon voetbal kennen. Ja, op het YouTube. Wel, ja, op YouTube. Ja, kijk, ja, de gewone doelgroep in Nederland weet best wel veel mensen van voetbal. Maar in ieder geval in mijn bubbel. Er is geen YouTuber altijd die een beetje voetbal kijkt. Erik Haaland. Panamera hoor? Ja. Ja, is wel een nummertje. Ja, ik zet maar even op. Ik heb best mijn telefoon. Nee. Heb je hier in je zak zitten? Wat een hond, joh. Disturbing facts that will ruin your day, part 21. This is what humans would have to look like in order to survive a car crash. Bro, let's go! Goed hoor, hé. Brabant memes. Maybe I should visit the gym and maybe you should give me a workout. Niet serieus. Hier begonnen we mee, ik het idee of zo. Mensen, link in de beschrijving, ga checken. Bedankt voor het kijken. Volgende keer de hele video in het park. Ja, vind ik goed. Volgende keer helemaal in het park. Dat is goed. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.